We zijn bij de familie van Schie. Zij wonen in Burgerbrug en melken daar een 280 koeien in een moderne vrijloopstal. Wat opvalt binnen deze stal zijn voornamelijk de grote buizen die je ziet boven de lichtboxen. In de lichtboxen liggen rubberen matten en via de buizen komt daar het strooisel terecht. Zo heeft de boer een arbeidsbesparing en hoeft hij alleen met het harkje tussen de koeien door. Ze hebben hier het lichtboxensysteem met matten erin. En op die matten ligt onze vlaskalk excellent. De vlaskalk excellent is 1-op-1 gemengd met onze kalk zonder water. Hier is bewust voor gekozen omdat de veehouder veel last had met los vlas van opvliegend stof. En dat slaat uiteindelijk toch op je longen en dat bevordert het arbeidsgemak niet. En met onze vlaskalk excellent heeft de veehouder daar geen last meer van. Het voordeel voor deze dames is onder andere dat het lichtcomfort echt wel vooruit gaat. Omdat er een kalk bij in zit waar geen magnesium in zit, heeft dat ook voordelen in onder andere je mestput. En de dames die hebben natuurlijk een betere uiergezondheid. De veehouder hoeft ook geen kalk meer bij te strooien, wat arbeidsgemak ook weer verlicht. En wat ook rustiger is voor de dames, want dan hebben ze niet de hele tijd de veehouder die tussen ze doorloopt. Helemaal achter in de stal staat een grote vijzelbak. En daarnaast ligt ons stalstrooisel. De veehouder hoeft enkel met de shovel de strooisel in de vijzelbak te gooien en een druk op de knop te geven. En dan ligt het stalstrooisel eigenlijk vrijwel direct in de boksen. De mogelijkheden van onze mengsels zijn heel breed. Op dit moment wordt het voornamelijk in diepstrooiselboksen gebruikt. Maar zoals je op dit bedrijf kan zien is het ook echt super te gebruiken op matten en verlaagt het ook daadwerkelijk je strooiselkosten. Hier hebben we ongeveer 7 vrachten op jaarbasis voor nodig. Wat bij deze veehouder neerkomt op een strooiselkosten van 0,8 cent per 100 kilogram melk.